Door de vele blessures heeft Hoogstraten eigenlijk nooit kunnen laten zien wat voor groot talent hij ooit was. Via PSV en FC Emmen keert hij aan het begin van dit seizoen terug bij FC Groningen. Hij scheurt voor de derde keer zijn kruisband. Een paar dagen geleden gaat het mis tijdens de revalidatie. Tijdens de sprongoefeningen ben ik door mijn knie gegaan. Dus de eerste acht setjes van sprongen op een bankje en van een bankje weer af. Ging allemaal goed. En de tweede serie, na zes sprongen, klapte ik naar de buiten- of de binnenkant. Dat weet ik niet precies meer. En voelde ik dus een scheut door de knie heen. De aard van de blessure is nog niet helemaal duidelijk. De nieuwe tegenslag heeft Hoogstraten doen besluiten om ermee te stoppen. Hij kan het niet meer opbrengen om terug te komen. Nu zijn er andere doelen in het leven van de ooit zo talentvolle middenvelder. Nou, ik ben nu momenteel bezig bij de voetbalschool van FC Groningen. Binnen de jeugdopleiding ben ik beschikbaar. En dat zijn altijd hele leuke dingen. En daar wil ik ook voor blijven openstaan.